Nou, Rens, je bent inmiddels alweer thuis. Mooie dressuurdag gehad. Ja, mooie dressuur. Ik heb een mooie sport gezien. Voor met name Charlotte Dujardin vond ik erg goed rijden vandaag. Een prachtige, harmonieuze proef. En ik denk dat er toch ook wel een aantal combinaties wat tegenvielen vandaag. Waar denk je dan aan? Nou ja, onder andere Marlies van Baarle. Ze liet hele goede dingen zien. Ik vond eigenlijk na de foutjes die ze had. Hè, ze had een storing bij de inzet van de eerste Piaf. Dan viel die stil. En ze had bij de serie om de pas echt een grote fout. Het zijn de twee grote dingen die ik dan even benoem. Ja, daarna reed ze eigenlijk heel sterk door met mooie pirouettes. En ook de laatste AC-lijn was eigenlijk heel mooi. Maar ja, dat is dan te weinig om echt die score op te halen. Dus ja, ik vond die score die viel natuurlijk gezien de afgelopen resultaten viel die wat tegen. Maar ja, ook Dorothee Schneider, hè, ja, daar verwacht je ook meer van. Die bleef onder de 80%. Die had echt wel wat hakkeltjes. Ja, er waren toch een aantal combinaties waar je misschien wat meer van verwacht. Wie sprong er voor jou echt uit deze 2 dagen dan? Ja. Ja, als ik heel eerlijk ben, maar het is gewoon een persoonlijke voorkeur hoor. Dressuur is natuurlijk wat dat betreft, dat blijft een beetje subjectief. Ik ben een fan van Jessica van Bredow-Wendel. Maar ik vond dat ze niet haar beste proef reed. Ik vond het heel harmonieus. Ik vond het prettig. Maar ik had eigenlijk op iets meer gehoopt. En ik vond vandaag Charlotte Dujardin, ja, wat mij betreft echt fantastisch. Ja, zo zie ik het graag. En ik zie ook dat die Piaffes nog wat voorwaarts zijn. En dat er is echt nog wel verbetering mogelijk. Maar dat was harmonie en bergop. En echt van achter naar voren. Echt goed, goed in balans. Ja, dat was voor mij echt, sprong er echt uit voor mij. En gisteren vond ik de Amerikaanse met Sanseo. Ik weet even de naam niet van de Amazone. Maar dat Wilde vond ik ik net echt zeggen, een dat was echt geweldige een combinatie. Amerikaanse surprise-ei wat daar ineens uitkwam, hè? Ja, want vooraf denk je, nou, die Amerikanen, ik moet het nog zien. Hè. Salvino was dan de topper. Nou ja, die viel dus vandaag ook tegen. Dat was ook een van de toppers waarvan je denkt, nou, die kunnen over de 80 heen. Ja, met 74, ja, niet in de buurt. Hè. Dat is echt nog een straatlengte verschil. Maar de Amerikaanse gisteren, ja, die was echt fantastisch. Die had voor mij nog meer mogen hebben, want die bleef ook onder de 80. Maar ja, dat vond ik geweldig om te zien. Dus dat. Ja, het blijft een jurysport en ik ben blij dat ik daar niet in het hokje zit. Maar ja, ik heb mooie sport gezien. En hier en daar ja, had ik misschien wat meer gehoopt. Toch nog even die Amerikaanse, hè? Want had je dat zien aankomen? Want zelfs Hans-Peter Minderhout die zei gisteren tegen de pers hier van, ja, ik zag het eigenlijk niet aankomen. Ik had er geen rekening mee gehouden. Nee, ik zag het ook niet helemaal aankomen. Ik had wel al van deze combinatie gehoord. En ook dat het hun eerste optreden buiten USA was. Hè. Dus ja, dan denk je van ja, zo'n combinatie die moet eerst nou maar eens in Europa komen rijden. En dan zul je wel eens zien hoe de punten hier gegeven worden. Ja, wat ik zeg, ik vond dat ze nog meer punten verdiend had. Want het was gewoon, ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt een van de beste proeven van gisteren. Oh, komt even een De vrolijk hond. hondje binnen. Denk je dat die Amerikaanse dat nog een keer kan? Want het is natuurlijk Olympische Spelen, Ja, langer dan 1 dag. ik zie geen reden waarom ze dat niet nog een keer zou kunnen. Dat paard heeft het laten zien. Die Amerikanen zijn goed in coaching ja, ze weten wat ze doen. En dat paard heeft de kwaliteiten die Amazone heeft al laten zien. Ja, ik denk niet dat ze nu opeens gaat bezwijken onder de druk. Ik denk dat ze voor haar gewoon ja, in een soort van flow zit, een soort van roze wolk van wat gebeurt mij nou? Ik ben gewoon lekker aan het rijden. En dan toch nog even de Nederlanders. Wat vind je daarvan tot nu toe en wat verwacht je voor de teamwedstrijd? Ja, ik vind het wel spannend. Nu staan ze natuurlijk vijfde achter Amerika en Denemarken. Ik had gedacht dat ze Amerika wel, zeker wel zouden kunnen pakken. En ik denk dat ze misschien ook nog wel een kans maken op een medaille als ze Denemarken pakken. Maar ja, dan is nu natuurlijk de score van Marlies te laag. Hè? En daar zit natuurlijk wel ruimte voor verbetering in. Mits, mits alles, alles goed gaat. Sorry? Gelukkig beginnen we weer op nul. Ja, we Nieuwe beginnen weer vorm. op nul.
Ja, we hebben hier ook over gesproken van, goh, zou de bondscoach nog overwegen om Dinja in te zetten, hè, als reserve ruiter, zeg maar. Maar dat mag alleen op medische gronden. Dus dat mag alleen als het paard van Marlies niet fit is, of als Marlies zelf niet fit is. Dus volgens mij was dat niet de oorzaak dat hij vandaag niet goed presteerde. Dat zou kunnen, dat zou altijd iets onderliggends kunnen zijn, maar zo zag het er niet uit. Hans-Peter en Edward, die kunnen denk ik allebei ook nog beter. Ik vond dat Edward geweldige stukken liet zien. Hij begon wat aarzelend, maar ja, hij had Total US echt wel meer op lengte en stabieler. En ja, je ziet gewoon, het is een mega jong paard met zijn 9 jaar. En je ziet gewoon dat hij iedere wedstrijd nog verbetert. Dus ik verwacht dat hij ook in de special misschien nog wel een schepje erbovenop kan gooien. En Hans-Peter eigenlijk hetzelfde. Die had een foutloze proef, wat ook niet altijd is bij Dream Boy. Maar dit was gewoon een hele, hele gladde, foutloze proef. Maar er zou misschien nog wel iets meer expressie in kunnen zitten. Dat heb ik in Rotterdam heb dat wel gezien. Dat vond ik echt een van zijn beste proeven tot nu toe. Dus laten we hopen dat hij dat ook in de special nog een keer schepje bovenop kan doen. En dan, Marlies natuurlijk, die moet dat gat recht trekken, zeg maar. En dan, dan is het, kan zoveel gebeuren. Want ik bedoel, je hebt maar 3 resultaten, ja, 3 ruiters per land. Ja, ze maken echt kans op een medaille. Maar goed, voorlopig lijken natuurlijk Denemarken en ook USA lijken wat meer in de favoriete rol voor die bronzen medaille te zitten. Ja, want dat is waar we dan op moeten focussen, hè? De bronzen medaille. Ja, ik denk dat Duitsland en Groot-Brittannië, dat is op dit moment gewoon duidelijk. Ik moet zeggen, Charlotte Fry reed een fijne proef, maar ik vond dat nog niet, dat was ook niet haar beste proef tot nu toe. Die kreeg ook wel genoeg punten dat ik denk, oh, oké, dat is wel een statement, dat is wel een signaal dat de juryleden toch die kant op willen punten, zeg maar. Dus ja, ik denk dat goud en zilver, dat is gewoon op dit moment buiten bereik. En brons moeten ze dan voor knokken. En ja, ik zie mogelijkheden. Kun je nog eens vertellen, want jij zit niet met je beentjes omhoog dressuur te kijken, hè? Je bent echt aan het werk. Wat doe je dan? Ja. Nou, 's ochtends vroeg ga ik naar stal en voeren en even rijden wat ik kan rijden. Dat en dan ga ik er lekker voor zitten. Ja, want je bent op de televisie bij je werkzaam, toch? Ja. Nee, ik ben in Hilversum bij NOS. En daar was vandaag, bij de proef van Marlies zijn we live gegaan. Dus was ik echt een kwartier lang live verslag aan doen. En gisteren zou er eigenlijk een samenvatting gemaakt worden, maar die is niet gemaakt. En die wordt dus vandaag gemaakt. Alleen nou werd het ook weer een kortere samenvatting, of een soort overzicht. Dus ja, dat is ook niet met mijn commentaar. Dus ik was gisteren onderweg naar Hilversum, toen kon ik omdraaien, toen belde ze af. En vandaag zat ik in Hilversum in de MCR-set, hè, dus waar je het live commentaar kunt doen. Zou ik eigenlijk naar boven gaan voor de samenvatting, naderhand. En toen werd gezegd, oh nee, is niet meer nodig. Het wordt in een overzicht gedaan, je kunt naar huis. Oh. Dus het is wel sumier wat de NOS op dit moment aandacht besteedt aan de dressuur. Dat is ook wel weer te verklaren, omdat het natuurlijk geen medaille onderdeel is op dit moment. En die Grand Prix, ja, het is een beetje, het is een leukere opzet, vind ik hoor. Ik vind het een leuke opzet zoals ze het nu gedaan hebben, want ja, 60... starts in de Grand Prix, zie dat maar eens boeiend te maken. Nou, ik vind dat ze dat op zich goed gelukt is door het nieuwe format. Maar ja, bij de special en de kuur gaat het er pas echt om. Dan is de landenwedstrijd en in de kuur is de individuele wedstrijd. Dus ik hoop dat we dan weer wat meer op de zender komen. Dat zou goed zijn voor de sport. Ja, want mensen van Hoefslag, die Hoefslag voor, die vonden ook al, onder Facebook zag je al mensen reageren van waarom is het niet bij de NOS? Maar ja, per dag wordt dat besloten. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een beetje het gevoel heb dat de dressuur iets gezakt is in de hiërarchie of in de prioriteit, zeg maar. Ik zou natuurlijk graag... Medaillekansen, dat het daar komt, door de medaillekansen? Ja, tuurlijk, uiteraard. Dat heeft daarmee te maken. Dus wat dat betreft denk ik dat we ook weer... klimmende zijn. Hè? Want bedoel, we hebben het nu al over de strijd om brons.
Ja, het zijn jonge paarden. Dinja die zit eraan te komen. Er zitten nog meer mensen aan te komen. Dus ja, ik denk dat de Nederlandse top sterker en breder aan het worden is. En dat is een kwestie van tijd. Maar ik denk als we weer echt om de gouden medailles mee gaan strijden, dan komen we ook weer meer in beeld. Dat is logisch. Ja, nou, tot slot. Dinsdag is dan de special. Waar kijk jij het meest naar uit? Ja, waar kijk ik het meeste naar uit? Ja, de special is toch echt een hele andere proef. Hè? Je hebt een aantal herhalingen van de passage en uitgestrekte draf. Ja, dus dat ene paard ligt dat meer dan het andere paard. En ik vond eerlijk gezegd dat Edward Gal juist in de uitgestrekte draf een beetje behoudend reed. Een beetje voorzichtig reed. Ik verwacht dat hij die paar dagen die ertussen zitten, dat hij die goed kan gebruiken om daarop te focussen. Want hij kan als geen ander binnen een paar dagen resultaat behalen, zeg maar, in hoe zijn paard voor de dag komt. En nu wordt er gewoon wat anders gevraagd. Voor de Grand Prix Special wordt echt gewoon wat anders gevraagd dan voor die Grand Prix. En ik hoop dat hij nu die focus wat kan verleggen naar die overgangen van passage naar uitstrekken en weer terug. Ja, ik denk dat hij kan vlammen in die proef. En ik denk dat hij misschien wel de 80% grens kan doorbreken. Dat waren er vandaag ook niet veel, hè, de afgelopen 2 dagen. Nee. Dus als hij dat kan doen, ja, dan doen we echt mee. En dan hoop ik dat Hans-Peter en Marlies met eigen muziek. Ja, precies. Ja, ondersteuning van eigen gekozen muziek. Ja, ik, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want het is natuurlijk toch iets wat op de achtergrond weliswaar. En het wordt niet meegenomen in de beoordeling. Maar het speelt toch een rol voor de ruiter zelf al. Hè? Dat je gewoon je eigen muziek en dat je wat het een beetje oppeppend werkt. Of in ieder geval harmonieus of wat dan ook. Maar dat je in de goede flow zet. En laten we hopen. Ik ben wel echt benieuwd, ook naar de Denen. Ook naar de Amerikanen, die ook beter kunnen dan dat ze nu hebben laten zien. Vooral Salvino. Dus ja, het wordt echt nog heel spannend. Het wordt dinsdag een hele leuke dag. Kunnen de Nederlanders naar jou gaan luisteren op de televisie? Nou, ik heb geen garanties. Maar ik denk dat op de momenten dat het spannend wordt. Ik ben in ieder geval dinsdag van 10 tot 3 in Hilversum. En ik sta klaar om live te gaan of een samenvatting in te spreken. Of wat ze ook willen. Want ja, het wordt gewoon wel echt mooie sport. Ga ervan genieten. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Yes. Hoi.